afbakbroodjes. En vandaag hebben wij aardappelen, broccoli en een schnitzel. Broodjes. Ja. Hoor, is zwaar. Welkom weer bij deze nieuwe shoplog van de Jumbo. De weekboodschappen zijn weer binnen. Het weekmenu is weer bekend. Laten we snel gaan kijken wat ik allemaal nodig heb aan boodschappen. En we gaan weer van start met de koelkast en de diepvriesproducten. Hierachter 1,5 liter halfvolle melk. Dit was een aanbieding Melkunie Milk and Fruit. Ik had echt heel erg veel zin in. En dit is de aardbeien bananensmaak. Ik denk lekker. Afbakbroodjes. 4 pizza's. Ik heb iets verkeerd gedaan met bestellen. Ik denk dat ik per ongeluk de tonijn nog in mijn mandje had. Terwijl ik eigenlijk liever deze wilde. De mozzarella pesto. Hier heb ik salami. En de diavola. Maar ja, dan hebben we in ieder geval een pizza extra. De proteïnekwartjes van Steven. Ik heb hier 1 blueberry. 2 aardbeien. En 2 coconut. Het zijn nu 5, want het zijn 5 dagen in de week. Geraspte kaas. We gaan macaroni eten. En het is wel lekker om geraspte kaas overheen te doen. Jongbelegen kaas. Salami. En de Beemster was in de aanbieding. Dit is ook fout gegaan. Heel veel fout gegaan met deze bestelling. Heel veel dingen had ik namelijk uit mijn mandje gegooid. En, maar goed, deze is er dus in gebleven. Want Beemster was in de aanbieding. Daar heb ik dus 2 van genomen. Dus 2 voor de prijs van 1 of zo. Jong belegen en oud. Appeltjes. Ik zag deze Starbucks. Die moest ik gewoon hebben. Dit is de white chocolate mocha. Kijk hoe mooi het dekentje ook is. Het is gewoon echt super tof. Dus het lijkt me ook heel erg lekker die. Een smeerkaasje. Macaroni spaghetti groentepakket. Kipfilet. Speklapjes. Runde gehakt. Munt om thee van te maken. En heb ik hier een Fuyong Hai en een nasi. Voor extra. En dat waren de koelkastproducten. Ik ga even de volgende dingetjes neerzetten. En de volgende lading heb ik klaarstaan. Zo heb ik hier banaantjes. BCL koffiemelk. 2 Coca-Cola. 2 tonic. 2 water. Deze drinken Michelle en Steven. Die vullen ze dan bij. Vinden ze fijn zo'n liter fles. 2 Carver Zevitam. Tropical en framboos. 3 Wiki. 2 Fuse Tea Green Tea Lime. Groene thee. En 1 groene thee met mango smaak. Aanbieding was de Grande Italia. 2 voor een bepaalde prijs. Dat weet ik zo even niet meer uit mijn hoofd. Dus ik heb de Grande Italia pasta saus. En de gewone. Deze is toch net even lekkerder door de macaroni heen. Of gedeelte doe ik er dan van door de macaroni heen. Samen met de tomatenpuree. Groenten gehakt. En hier de Grande Italia macaroni. Was dus aanbieding samen met die saus. En die kan ik wel lekker een keertje bij de spaghetti doen of wat dan ook. Dus die kan mooi in de voorraadkast. Uncle Ben's. Gaan we ook eten van de week. Dobbies met worteltjes. Komkommertje. En de spaghetti macaroni kruiden. Voor de macaroni. En de laatste serie aan boodschappen staat weer klaar. Ik heb hier Senseo Coffee Pads. Wat zijn een soort van mais dingetjes die Fleur heel erg lekker vindt. Geef ik er vaak onderweg als de kinderen uit school gaan halen om haar een beetje zoet te houden onderweg. Dat vindt ze heel erg lekker. Dit was 1 en de andere was voor de helft van de prijs. Dus helemaal super. Popcorn, Glorix, een Andy en Glorix. Toiletdoekjes. Deze waren 3, volgens mij 2 plus 1 gratis. Dus ik denk dat ik 1 heb ik er gratis bij dan. 2 plus 1 gratis was deze deal. Patatje Joppie Chips. Haribo Kindermix snoepjes. 1 halfje tarwe bruin. 2 halfjes fijn verkoren. We hadden nog best veel brood in de vriezer. Thee. De Variety Box met 4 smaakjes. En deze even opfleuren. Nou, dat leek me wel een keer leuk om uit te testen. Nog nooit gedronken. En 2 de Wasa. Ja, de groene. Die is toch het lekkerst. De cheese. Dus daar heb ik er 2 van. Die eet ik lekker altijd tussendoor als ik een beetje haast heb. Ik laat jullie ook even zien wat we deze week gaan eten. Door middel van ons weekschema. Dat hangt op de koelkast. Dus ik draai even de camera en kijk gezellig mee. Haar hangt er weer. En vandaag hebben wij
aardappelen, broccoli en een schnitzel gegeten. De komende 2 dagen eten wij macaroni. Maak ik altijd een grote pan met de gastkinderen en dan eten we daar 2 dagen van. Of de andere dag eten we wat anders, maar meestal eten we daar toch 2 dagen van. Dat is de planning. Op donderdag eet ik vaak met Agnes en kunnen de kinderen een pizza pakken uit de vriezer. Op vrijdag eten we rijst, kipfilet, Uncle Ben's. Dat vinden we gewoon heel erg lekker. Vorige week ook gegeten en deze week kunnen we dat weer eten. Op zaterdag ga ik met Michella, Daniela en nog wat vriendinnen van Daniela naar Winter in de Vesting in Elburg. Dus dan denk ik dat we daar onderweg even wat eten. Zondag, dat weten we nog niet. Ik had echt geen idee voor de zondag. Dus ja, nader te bepalen. Dat was ons weekschema weer. En al voor al deze boodschappen was ik totaal 134 euro kwijt. Er is heel veel misgegaan met de boodschappen, heb ik gezien. Maar dat denk ik dat dat door mezelf is gekomen. Je hebt namelijk bij de Jumbo app de optie snel toevoegen. En ik denk dat ik daar per ongeluk op heb gedrukt. En uit mijn vorige bestelling zaten er best wel veel dingetjes tussen die ik niet nodig heb voor deze week. Maar die van de vorige keer waren. Balen, daardoor zijn de boodschappen duurder. Het is niet heel erg, het kan in de voorraad. Maar ik moet toch beter opletten met wat ik in mijn winkelkarretje gooi. Want ik heb nog eens een keer gecheckt gisteren. Want ik zag dat er al 2 keer melk in stond bijvoorbeeld. En 2 keer geraspte kaas bijvoorbeeld. Dat was ook verkeerd gegaan. Dus ik moet voortaan wel beter kijken hoe ik die app gebruik. Want daar gaat wat fout als ik hem wijzig. Zodra ik boodschappen begin te wijzigen, lijkt het net of hij de boodschappen kopieert en er 2 keer inzet. Dus daar moet ik even op letten. Ik heb ook iets gratis gekregen. Deze, waarom weet ik niet. Ik denk omdat ik Dr. Oetker pizza's besteld, heb ik een pizzasnijder gekregen. Dat is heel leuk. Die hebben we er altijd wel, kunnen we altijd wel goed gebruiken natuurlijk. Maar goed, dat is even een dingetje dus over dat bestellen. Verder, ja, alles weer prima. Dus dankjewel weer voor het kijken naar deze shoplog. Jullie gaan nog eventjes kijken naar de unboxing van de adventkalender en de diamond painting. En ik zie jullie volgende week weer in een nieuwe shoplog of van de week in een andere video. Doei doei! Dag nummer 14. Dat is wel veel. Ja, het zijn 24 cadeautjes. Dus. Ja. Oh, die is zwaar! Oeh, die achterkant is zwaar. Staat ook weer een tekst. Adventurous Advent. Start your day empowered with the ritual samurai cooling ice shower. Oh, wat een mooie kleur! Sorry. Ik vind de kleur heel belangrijk. Het is grijs. Nee, het is blauw. Het is een tint van blauw erin. The Ritual Samurai Groomed to Perfection. Ice shower. Volgens mij is dit voor mannen. Ja. Organic bamboo and Japanese mint. Heeft Steven ook wat? Nou. Het is wel een mannengeur. Zat er niet ergens op voor men? Make it love. Dus 2 van die flesjes die hadden zin in. Deze van die eruit. Rituals of Buddha. Inmiddels heb ik even een andere vakverdeling gemaakt met andere washi tape. Het houdt ook niet heel goed vast, maar dan is in ieder geval duidelijk hoe de dagen lopen. Ik ga dag 14 openmaken. Dus ik knip het lintje af. En we gaan kijken wat daaronder zit. Het is toch elke keer een verrassing wat het is. Zo. Vouwen hem open. Het is niet heel netjes geknipt, merkte ik. Je kan het al een beetje zien met de kleurtjes. Maar als die dan ingevuld is met de diamond painting steentjes, dan is het toch net even wat mooier. Maar ik zie gewoon een boom. Ik vind het zo leuk om dit te doen. Het is echt een hele leuke diamond painting om te doen trouwens. Ja. Dus jullie zien het zo meteen als die af is. En dag 14 is ook klaar. Je kan nu echt wel een beetje zien wat het gaat worden.